Een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag. Ik heb heel wat te klagen. Ten eerste, ik ben niet blij met mijn huis. Ik moest dus echt overal even heel goed schoonmaken. Irriteer me aan alles in het huis. Dat is natuurlijk wel mijn schuld. Want dat is gewoon echt het resultaat van één dag niks doen in huis. Twee. Ik ben niet blij met hoe ik mijn dieet aan het volgen ben. Ik heb natuurlijk keto gedaan, maar ik doe eigenlijk de dirty versie. Waarbij ik best wel veel dingen mag die zeg maar bij de normale clean versie niet mogen. Zoals bijvoorbeeld Cola Zero. Dus ik heb me even voorgenomen, en ik hoop echt niet dat ik het weer ga pesten, om echt de clean versie te gaan volgen. Zodat ik echt gewoon ook sneller resultaat zie. 3. Ik ben echt heel erg teleurgesteld over hoeveel ik beweeg. Ik heb met een app gezien hoeveel stappen ik per dag heb gelopen de afgelopen weken. En ik ben me doodgeschrokken. Ik heb nog nooit zo weinig bewogen gewoon. Dus daar wil ik ook wat aan doen. Dat zijn de 3 doelen voor de komende tijd. Ik ga nu even rustig opstarten. Gisteren trouwens een post opgehaald. Allemaal rekeningen, jongens. Echt alles wat ik gisteren heb geopend. Allemaal rekeningen. Ik ben koffie aan het maken. Ik ben heel blij trouwens met mijn koffiezetapparaat. Mensen vroegen me naar reviews en zo. Helemaal top. Maar je moet wel van filterkoffie houden, of course. Oh mijn god, kijk waar Dina mee naar huis is gekomen. Wat is dit, Dina? Vanessa is weer thuis. We gaan even een ontbijtje maken. Ik ga voor een omeletje met salami en feta kaas. En Nessim gaat voor wraps. Groen. En nu heb je een heerlijke kaasomelet. Love it. Zo. Mijn laatste Cola Zero. Want dat had ik nog over in de koelkast. En ik ga nu lekker aan het werk. Ik heb heerlijk gedoucht en mezelf even opgefrist. Ik voel me echt al een stuk beter. Ik heb trouwens mijn nieuwe sjoemetje. Sjoemetje. Ik heb hem versproken. Wat zei je dan? Tommy shirtje. Ik heb een Tommy shirtje aan. Mijn nieuwe. Ik vind hem echt heel erg fijn. Lekker sportief. Ik denk dat het nu even tijd is om schoon te maken. Want dit staat er nog. Dus ik kijk nu echt naar mij van wat is er mis met jou. Oké, jullie snappen denk ik wel wat er moet gebeuren hier. Ik heb me eigenlijk speciaal omgekleed zodat ik kan filmen. Maar ik ga even mijn nachtjurkje aan doen. Ik heb het echt zo warm hier. En ik wil even snel alles opruimen. Dus before. Zo. En hier is de after. Stap 1. Ik moet echt nog zo veel doen in huis. Niet normaal. Ik ga nu even wasjes draaien. Zo, nu even het toilet aanpakken. Zo, lekker schoon. Zo guys, hier vond ik het nooit. Dit is mijn wasruimte. Ik ga even was nummer 1 draaien. Dat is zwaar nodig. Zo. Even een mini-pauze. Want het is aardig benauwd hier. Of niet, Nes? Oh, je lukt een beautiful, hè? Dus je maakt weer foto's van mij, jongens. Ellen!
eens een klemmetje van maken. En even een snack tussendoor, pure chocola. Ik ben weer echt verslaafd aan. En dan ga ik even beginnen met koken. Ik heb trouwens mijn eerste wasje net opgehangen. De tweede gaat er zo in. En mijn huis ruikt heerlijk. Ze heeft net boodschappen gedaan. Komt hij met bloemen terug van mij? Zo lief. Dus wanneer doe jij dit? Oh, ik gisteren zo verliefd op jou was geworden. Hè? Bloemetjes erbij. Hij zei ook dat die pot leeg was. Dus ik even een beetje opvullen vandaag. Yay! Toch? Vanaf nu gewoon elke week een nieuw boeket. Ik vind het echt zo leuk in huis. Guys, als ik jullie dit zo laat zien, wat denken jullie dat ik ga maken? Ik heb hier gehakt. Ik moest eigenlijk 500 gram hebben. We hebben hier 2 keer 300 gram. Tomatensaus, groene paprika, courgette, aubergine en uitjes. En knoflook, maar die komt uit de diepvries. Wat ga ik maken, denk je? Ik heb wel een beetje vals gespeeld, want ik ga 2 gerechten maken. Want ik ga een soort van dolma voor mezelf maken. Ik wist het. Maar voor Nessie ga ik pasta maken. Gemaakt van rode linzen. En wat ik dus dacht, ik ga eerst lekker de gehakt kruiden, mijn groenten erbij, tomatensaus, bla bla bla. En dan kan ik de gehakt dus op 2 manieren gebruiken. Dat dacht ik, want Nessie wil graag vandaag pasta. En ik ga het niet eten natuurlijk. Oh, ik ga starten met de aubergine en de courgette te frituren. Tenminste, te bakken. De inhoud is er al uit hoor. Zo, we gooien niks weg. Dat is dus de inhoud van de aubergine en courgette. Heb ik even in stukjes gesneden. Die gaat met de uitjes hier in deze pan. Nou, de ui is gesneden. En de groenten gaan lekker in deze pan. Hup, 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 hup. Nu doe ik er even paprika bij. En knoflook. Deze komt uit de diepvries. De gehakte erbij. Lengte tomaten toe. Oh, ik heb het net geproefd. Echt zonder grap. Het is echt zo lekker gelukt. Met die kruid en ook die aubergine erin en zo. Echt, die smaak is perfect. I love it. Oh guys, het ruikt al zo lekker. Niet normaal. Zo, en dan doe ik het nu even in de oven. Ik heb nu mijn groenten in de oven gedaan. Doe ik voor Nessie op het einde even deze sausje erbij voor zijn pasta. Want die vindt hij echt heel erg lekker met de Italiaanse kruiden. Ik gebruik niet de hele verpakking hoor. Gewoon echt een beetje erbij toevoegen voor de smaak. Ik doe deze ook later erbij, omdat het dus echt niet keto-proof is. Er zit echt heel veel suiker in. Ik probeer altijd tijdens het koken zoveel mogelijk op te ruimen. Want anders is het daarna echt, echt een troep gewoon. De pasta is ready. Het is eigenlijk helemaal niet zoveel als ik had verwacht, joh. Dus ik ben echt blij dat ik 2 pakken heb gemaakt. Ik ga het nu even door elkaar heen mixen. Het ruikt ook echt heel lekker. Nessie is nu al aan het eten. En ik heb gewoon een klein bakje gevuld. En een grote bak. Zoveel eten is er nog over. Ik ga denk ik even de kleintje in de diepvries doen straks. En deze in de koelkast voor morgen. Zo, mijn eten is klaar. Wat is er? Je hebt nog eten. Dit is trouwens de internetkabel van Nessie voor zijn PlayStation. Echt super lelijk. Maar hij vindt zijn wifi te slom. Hey, wat is er? Jullie hebben nog eten. Nes, heb jij eten voor de katten gekocht? Snacks? Heb je snacks voor de katten gehaald? Ik heb sticks gehaald en zo. Ja, ik heb sticks. Yay, kijk dan. Ja, ik kan haar afleiden zodat jij gewoon rustig kan eten. Lekker hè. Zo, ik ga even hiervoor kijken of ik vol zit. Mijn aubergine is altijd mijn favoriet gewoon. Ik heb echt heerlijk gegeten. Ik ga nu even de laatste wasje van de dag draaien. Ik dacht dat ik 2 wasjes moest doen. Maar ik ga toch even de derde ook even doen. Daarna ga ik gewoon echt lekker chillen. Het was echt een heel, heel lekker dagje. Gewoon thuis chillen, niet naar buiten gaan. Nee. Koken eens voor de verandering. Dat heb ik ook heel lang niet gedaan. En ik moet eerlijk zeggen, ik geniet er ook echt wel van wat te doen. Dus ik ga het ook echt vaker doen. De laatste was is de witte was.
kijken. Ik hoop dat ik nog wasmiddel heb, joh. Wasverzachter. Dit is kleur. Yes. Oh mijn god. Ik ben in slaap gevallen. En mijn was volgens mij al lang klaar. Dus ik hoop echt dat het nog wel lekker gaat ruiken. Ja, het overkomt me echt bijna nooit. Ik gewoon echt in slaap val. Gewoon. Terwijl het helemaal niet zo laat is. Het is 10 uur. Maar ik ga nog even snel de was ophangen. En dan ga ik me klaarmaken voor bed. Dus ik zie je denk ik morgen weer. Doeg!